20 jaar later landen de Beatles in Nederland en dat leidde tot hysterische taferelen. Ja, Marcel Witteveen, jij was 10 jaar toen dit gebeurde in Nederland. Ja. Weet jij nog wat het moment was dat jij gegrepen werd door de Beatles? Dat was op dit moment in die week ongeveer. Ik weet niet precies wanneer, want ik denk dat wij nog geen televisie hadden in die tijd. Maar dus je hebt de beelden hiervan heb je niet gezien? Die heb ik wel een dag later of 2 dagen later ergens gezien. Ik weet niet of het thuis was, maar ik weet het nog wel. En wat was jouw eerste confrontatie met de Beatles dan? I Wanna Hold Your Hand. Het liedje. I Wanna Hold Your Hand. En ik was helemaal blij. En ik was een jongetje met een korte broek aan en een hut ergens aan het maken. En iedereen zong I Wanna Hold Your Hand. En jij ook? Ja, ik ook. Wat was het dat jou raakte? Was dat je er blij van werd of was het meer al op die leeftijd? Nee, het was heel blije muziek. Dat zit voor die tijd allemaal een beetje stijf en harkerig hier in Nederland. Ik ben 10 jaar, dus nog niet veel muziekervaring, nog niet veel gehoord. Wel Fats Domino en allemaal vloggen ervan. Maar de Beatles was echt een moment van boom. Ja, maar die hysterie was ook ongekend, hè? Begreep jij dat in die tijd? Nou, nee. De gillende meisjes. Nee, nou ja, ik heb natuurlijk wel, ik heb die filmpjes op tv toen gezien dat ze in de gracht sprongen en zo. Maar ja, die hysterie, dat ging aan mij voorbij. Dat was gewoon een beetje naïef daarin nog, denk ik. Maar begrijp je dat nu? De meiden, hè? Het waren ook de meisjes, hè, die vooral hysterisch werden. Ja, dat is wel de eerste boyband ter wereld. Ja, begrijp jij nu hoe historisch belangrijk dat is geweest? Absoluut, ja, absoluut. Ik denk dat de Beatles de boeken ingaan als een soort Mozart of zo. Ik denk dat heel veel artiesten van nu en 20, 30 jaar terug vergeten zullen zijn. En dat de Beatles over 100 jaar nog bekend zijn. Ik geef muziekles aan huis. En ik gebruik regelmatig Beatle-liedjes om mensen te laten horen van wat het is. Hoe leuk dat in elkaar zit, hoe knap dat bedacht is allemaal. En hoe creatief dat is. Wat is er zo knap aan, Marcel? Nou, de harmonieën, de vocalen, de koorzang, de akkoorden, de loopjes, likjes. Allemaal helemaal vol. Geplakt eigenlijk. Voor die tijd werd er veel niet live gespeeld, maar zij speelden gewoon echt live in Amerika hun dingetje. En de meeste bandjes speelden toen nog playback of zo, maar zij speelden gewoon live. En was het ook die vier samen die harmonie maakten? Want ik weet niet hoe je ze individueel uiteindelijk vond. Weet je wat ik denk? Ik denk dat als met name Paul McCartney, John Lennon en George Harrison alle drie een band waren begonnen, waren alle drie wereldbands geworden. Zelfs ook in individu op zich is. Ringo Starr bleef altijd een beetje onderbelicht, hè? Ringo Starr is natuurlijk de drummer en die zingt niet echt mee, maar die heeft natuurlijk wel een heel belangrijke komische rol in het geheel. Bijvoorbeeld teksten als A Hard Day's Night, dat is eigenlijk, dat heeft Lennon geschreven en Ringo Starr heeft dat bedacht. Dat was gewoon een verspreking van, die versprak zich vaak. Ik zag een keer een interview met de Beatles waarin ze gevraagd werd of Ringo Starr de beste drummer ter wereld was. En dat ze zeiden, Ringo Starr is niet eens de beste drummer in de Beatles. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, dat klopt. Dat was inderdaad had jij een favoriete Beatle? Nee. Gewoon allemaal goed? Ja, allemaal goed. Sterker nog, ik was dus erg onder de indruk van de Beatles, maar daarna ook van de Rolling Stones, 2 jaar later of zo. Oh, dat kan niet. Ja, dat hoor ik. Ja. Dat is inderdaad, dat kon niet, maar daar had ik niet zoveel last van. Je bent toch ook? Nou, ik heb vroeger. Ja, toch? Ja, was je ook voor de Beatles of je was voor de Stones? Ja, ik vond natuurlijk de Beatles ook. Want de Beatles was ook wat. Ja, de Rolling Stones waren toch ruig in die tijd. En als je tegen je ouders zei, oh, de Rolling Stones, dat vind ik te gek. Oh, en de Beatles, dat kon dan wel, weet je wel. Dus je zag altijd dat er een soort Rolling Stones versus Beatle kamp was. Maar de Stones ook wat meer een mannenband. Want ik kan me voorstellen, als er duizenden meisjes staan te gillen naar een bandje, dat je als man denkt, nou, daar hoef ik eigenlijk niet zoveel mee te maken te hebben. Ik vond de Rolling Stones in verhouding een stuk ruiger, die straalde meer seks uit. Maar ik denk dat Mick Jagger niet te klagen heeft gehad aan vrouwelijke publiek. Nee, dat is natuurlijk zo neergezet. De Stones zijn er gewoon neergezet als een ruige band. Het was gewoon helemaal niet zo. En de Beatles zijn als Mickey's neergezet en er waren ook gewoon hele ruige jongens. Waren drie vader van het elkaar? Het waren gewoon drugsgebruikende jongens uit Hamburg en zo, die gewoon op de been moesten blijven en dan allemaal speed en poppers om wakker te blijven. Die brave Beatles. Maar waren het rivalen in de praktijk? Nee, helemaal niet. Nee, het eerste liedje wat een hit is geweest van de Rolling Stones, dat is I Wanna Be Your Man, is geschreven door de Beatles voor hun. Sportief.
Ja, dat is een hele goede competitie geweest altijd, denk ik. Ik denk in de jaren 60 dat het mooi elkaar altijd goed opgeheven heeft, hoe zeg je dat? Heel even naar de naar Beatles weer. Hè. Ik heb jou gevraagd wat jouw favoriete fragment was waar beelden van zijn. Ja. En jij koos voor een klein theatertje eigenlijk in Manchester. Ah, ja, 19... klein theatertje. Nou, vergeleken met wat we daarna in, op de andere plekken in de wereld zagen, was het voor hun begrippen was het redelijk klein. Ja. 1963? Ja, Manchester. Het is echt een sier gewoon een hysterie van de dames, met name in dat je ziet gewoon dat het zo hard gegild wordt. Dus, ze speelden niet met een PA of zo, maar gewoon met backline van die kleine... Een beetje akoestisch. Ja. De muziek hoorde je niet meer. En, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon een beetje op elkaar lichaamsbeweging letten. Zo. Laten we even gaan luisteren. Ik speel even een stukje voor. Ik begin alleen, ik doe alleen niet She Loves You, maar ik doe Love Me Do. En dat was het eerste hitje van dat. Doe ik even op de mondharmonica. Dat is goed. En de jongens even een beetje spelen en begeleiden. Ik heb mijn vrienden meegenomen. Oscar Kerkhoven, Hans Kerkhoven, René Nijhuis. Dat zijn allemaal collega's van mij uit praktijk. Ik ben al heel lang hobbybandjes en zo. Allemaal Beatles fans? Allemaal, ja, Beatles fans zijn meer fan natuurlijk, maar met name ook Beatles fan. Oké. Wij zijn op Pelgrim toch geweest. Gooi hem erin. Marcel, want het klinkt als een heel simpel, blij liedje, maar jij zegt net, de Beatles was gecompliceerde muziek. Het is heel knap gearrangeerd allemaal. Je hoort hier bijvoorbeeld hele kleine details, en zes akkoorden en zes akkoorden en weet ik veel, dat hoor je tegenwoordig bijna allemaal niet meer. Dus alles, als de drie akkoorden liedjes waren van de Beatles, waren zij de 20 of zo, allemaal tussendoor. Ja, Strawberry Fields is ook een geniaal liedje, als je het hebt over de opbouw en de manier waarop dat gedaan is. Ja. Zijn er artiesten die zich geëvenaard hebben, wat jou betreft? Nee. Het is gewoon opgehouden naar de Beatles. Ja, ABBA, oké. Okay. ABBA mee eens. ABBA mee eens. Ja, absoluut. Dat zit heel goed in elkaar, klopt. Oh, ja. Dat is toch ook wel. En die adoratie, zit het alleen in de muziek? Of ga je ook regelmatig naar Liverpool, dan ga je naar de Cavern Club, of ga je naar het museum? Ik ben met vrienden van nee naar Liverpool geweest en wij gaan binnenkort op pelgrimstocht. Doen we allemaal zo'n bruine pij aan met zo'n staf en zo. En nee, dat is zo gek, maken we niet natuurlijk. Maar wij zijn daar geweest in... in Liverpool en we zijn in het huis van Ringo Starr geweest waar hij daar gewoond heeft en dat is een hele gekte eigenlijk wel veel mensen uit Japan en weet ik veel waar vandaan die komen allemaal naartoe om de Beatles tussen het museum te zien en vooral de Cavern, hartstikke leuk om daar naartoe te gaan een keer. Als ze nou nog hadden geleefd, denk je dat ze ook op Pinkpop hadden gestaan dit weekend? Nee. Was het doodgebloed ergens? Nee, ik denk dat dat niet gekund had. Ik denk dat die band nooit verzoenlijk voor het publiek kon spelen, omdat het zoveel hysterie met ze meebracht, nu nog. Ik ben 2 jaar terug met Oscar naar Paul McCartney geweest en daarna wilde ik niet eens naar een ander concert hebben. Er waren allemaal mensen die waren gewoon aan het huilen, gewoon oude mensen. Emotie. Ja, allemaal emotie. En hij deed Please Please Me en weet ik veel, wat het heel oude poppenkast. En het bracht zoveel teweeg, er klapten en gilden gewoon letterlijk van mensen. Nou, dat doen ze niet meer bij andere bands. Ik zie niemand bij Metallica gillen of zo, denk ik. Hè? Begrijp je dan goed dat wat toen meisjes was, en wat misschien een jaar of 20 of 18 of 15 was, dat was nou 50 jaar ouder. En stond op 65-jarige leeftijd nog te schreeuwen en te huilen. Je gewoon de hele tent stond op de kop. Joh. Dat is gewoon kleine kinderen bij, hè? Toch? Ja. Wij gaan nog één keer terug in de tijd. Ik wil jou vragen om plaats te nemen. Jullie gaan voor ons spelen. I saw her standing there. Ja, is goed. Even de gitaar om de schouder. Ja,
Hè, dat is wel zo handig. Serieus, ik ja, vind ik wel. Moet er gaan staan. Ja. Well, she was just 17. Well, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. How could I dance with another? Geweldig. Nou, ze zijn niet dood, ze leven. Nee, ze zijn niet dood.